Geschreven door David, het is eigenlijk een psalm, en David die schreef het, zeg maar, David heeft veel meegemaakt en hij schreef dit toen hij zijn zoons verloren had, achtervolgd hij door Saul en er in elk geval een hoop dingen niet goed gingen in zijn leven, en hij bad tot God en hij hoorde lang niet altijd wel terug. Ik denk dat dat ook wel herkenbaar is, hè, dat dingen, ik weet natuurlijk wel niet wie je zit vanochtend, maar dat dingen tegenvallen of dat je dingen verwacht van God en dat die dingen niet altijd komen. En dat je dan kan denken van ja, hoort God wel, is God überhaupt wel? En nou ja, toen David er zo bij zat, toen schreef hij een psalm, dat is psalm 13. En Mevaya gaat die psalm met ons lezen en daarna gaan we die psalm samen zingen. Voor de koorleider, de psalm van David. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u mijn gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel wel verzorgen en mijn hart verdriet oversteld? Zie mij, antwoord mijn Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzie. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. Zich voor mij, hoe lang, oh Heer,
Yeah.